Als ik even begin met typen, gaan mijn vingers alweer jeuken. Bro, de jongens die zijn motors door gaan en blijven beuken. Tapparton hier in de keuken, zitten zoeken naar mijn peuken. Liet mijn rolie bij een bitch, ik kon me bijna niet meer heugen waar die was. Ik heb contant en ik heb pas, ik krijg een stukje van de taart als je niet met mij toen was. Je pak is gate out, maar ik ben niet eens verrast. Volgende keer gaat het wel beter, zolang ik maar als laatste lag. Ik was gedoemd hier om te falen, zat verwikkeld in verhalen. Bro, mijn jongens zitten jaren, ik ga die schade hier betalen. Enige twijfel die ik heb, is om wit of zwart te halen. Wit of zwart betalen, hoe dan ook, het komt wel later. Nu bouw ik stenen voor mijn vader, voor nu en ook verlaten. Nu zit ik met hem in café, over toen en nu te praten. Die dagen waren zwart, ik heb de pijn moeten ervaren. Maar niks was hier voor niks, ben aan het bellen met die kale. Ik ben on the low, was in geen maanden in de foto hier geweest. Ik rijd de parking uit met anderhalve ton onder mijn reet. Ik ben te veel bezig met al die followers voor wie je leeft. Geef geen gas nu, al mijn oude shit, ze pompen het nog steeds. Typische snelle randstad, mannetjes. Baan is hier in het gras, zitten addertjes. Lange treden, korte treden om in trappetjes. Ik kom ook van die hele kleine klappertjes. Het deed de schade niet beperken, ben aan het werk in Rotterdam hier als de havenmedewerker. Of het allemaal wel waard was, toen we dadelijk wel merken. Heb geleerd van oude garden, bleef maar jagen tot het werk. Mijn jong in 1.8, maar gooi die mattie van je weg. Hij weet precies hier waar ze zitten, alle bankjes in de flat. Hij heeft zijn tonnies al gestekt en heeft een plannetje geschetst. Mindset, fuck a bitch, hij gaat steeds harder op de web. Worden sancties opgelegd als je op p.APE van hem zat, yeah. Wat een soldaat, ander armer als een legerpak. Zijn mams helpt hem met strijken, vaak hem zakken in de meterkast. Kleine handen, grote handen. Door heel Nederland. Die kleine jongen is bereid om zijn leven te geven. Geef me spullen, ik wil werken, zeg weet je het zeker. Hij staat zat om zonder cake en onzeker te leven. Geen matties om hem heen, regelt die shit in zijn eentje. Hij duwt hen op een nieuw fan op geen straatratje. Hij wil die tassen gaan halen daar op de Maasvlak. Hij is de man nu in huis, gaat niet op pa wachten. Die man is weg sinds 15, moet nog een jaar pakken. Hij zoekt niet meer dan geluk in zijn leven. Ik rook met de ramen dicht, want het regent een beetje. Zit het diep aan hoe ik rijf, op mijn lip aan mijn teentje. Ga ik voor die GTS of ga ik switchen naar eentje?